Hey, ja, daar ben ik weer. Weer een lekker potje Minecraft spelen. Maar er zijn wat veranderingen gekomen. Ik heb een zelfvoorzienende iron farm gemaakt. Ja, super cool. Maar het is volgens mij wel een AFK farm. Dus als ik offline ben, dan doet hij het ook niet. Je moet wel een beetje bij blijven staan, volgens mij. Maar als ik de computer gewoon aan laat staan met Minecraft, dan... Ah, kijk, je ziet het al. Snel, ga omhoog! Er komt een iron golem. Kijk, die valt lekker in de lava. Ga dood. En de iron is om mij. Ja, nee, zo werkt het inderdaad. Je moet wel even de credits van deze constructie geven aan Voltrox. Of daar heb ik hem gewoon van genakt. Ik weet niet of hij hem daadwerkelijk zelf heeft bedacht. Maar dat maakt niet uit. Dus check zijn kanaal voor een tutorial om deze te maken. Het is eigenlijk gewoon super simpel. Het is een hele makkelijke constructie om te maken. Ja, kijk, er zitten wel een paar probleempjes aan het ding. Ja, bouwen en alles, dat is niet zo moeilijk. Dat stelt helemaal niks voor. Dat is echt super easy. Maar die villages, daar. Oh, wacht. Check this. Hij is bijna dood. Come on. Yeah, boy. 3 ignits erbij. Ik ga wel even deze kant doen. Dat is wel makkelijker. Die staat binnen de muren. En hierboven heb ik nog building blocks. Ik ga hier even omhoog. In dit hockey staan 3 villagers. Oh, wow, Jay. Hoe krijg je die villagers boven? Ja, dat is niet leuk om te doen. Dat kun je trouwens ook zien in het filmpje van Voltrox hoe je dat doet. Maar dat is één groot gekloot met een minecart en een railway of hoe je het ook noemt. En ja, nee, daar word je niet blij van. En al helemaal niet van die zombie om die... Dan moet je dus ook gewoon echt een trappetje voor bouwen. En dan hopen dat hij je achtervolgt de trap op. En dan opsluiten in zijn hockey. Ja, en er zit een trapdoor boven zijn hoofd. Zodat hij niet verbrandt in de zon. Dus dan blijft hij lekker staan. En ik heb hem een name tag gegeven, zodat hij dus ook niet despawnt. Verder nog meer in deze machine. Ja, die 3 villagers moeten dus weaponsmith worden. Ja, kijk, er zijn allemaal weaponsmiths. En die weaponsmiths willen zichzelf, denk ik, dus verdedigen of zo. En daarom gaan ze van die iron golems spannen. En die komen hier in het water terecht. Glijden ze omlaag aan beide kanten. En dan vallen ze weer in een poeltje met water. En dat laat ik wel even zien. Dan ga ik weer even terug omlaag. Even dit allemaal weghalen. Hup. En daar ben ik weer. Hey, daar zit er weer eentje in. Top. Maar hier zit dus ook een poeltje met water in. Dat stroomt allemaal naar de lava toe. Ik heb er van die borden geplaatst, zodat er één blokje lava tussen blijft. En hier zit dan een hopper. De loot van de iron golem valt in de hopper. En door de hopper gaat hij weer door naar het kistje. En dan krijg je dit. Ik heb er bijna 1 stack. En het zonnetje begint wel lekker te schijnen. Nee, maar dat is het een beetje. Volgens mij moet je wel transparante blokken gebruiken, want anders spannen die iron golems niet. Dacht ik. Maar goed, check het kanaal van Voltrox even, daar staat hij. En die geeft ook even veel beter uitleg wat je nodig hebt en alles. Verder, ik heb heel veel van jullie comments gelezen over de XP-machine en zo. Ja. Nou, kom er maar geen eind aan dat ding. Jullie zeggen allemaal van, ja, pak die ovens, weet je wel. Doe hoppers onder die ovens en dan een kistje eronder. Zo, dan valt alle die in de kistjes en wordt de XP gestijkt in de machine of in de oven. En ik dacht van... Als XP daadwerkelijk gaat stacken in de ovens, dan zal het wel super relaxed zijn, weet je. Want dan krijg je gewoon echt nog meer XP per keer. Want ja, al die tijd dat je uitgelogd bent... Ik ga even weg, stinksprint. Maar al die tijd dat je uitgelogd bent, dan blijft de machine gewoon doorgaan. En dan, als al die XP dan blijft stacken... Ja, dan ben ik zo level 6000. Super relaxed. Dus ik heb dat geprobeerd en ik ben benieuwd hoe het werkt dan. Oh, music sounds. Oh, dat is hem helemaal niet. Oh, dit is hem. Oké, dit is beter. Staat al veel zachter. Nou kunnen jullie mij tenminste een beetje verstaan, hè. Ja, heel belangrijk. Nee, maar kijk, ik heb hier... Oh, ik zit op de verkeerde verdieping. Wacht even, ik heb een verdieping bijgebouwd. Ga omlaag. Yes. Kijk, hier. Ik heb al die hoppers onder de ovens gedaan. Daar weer een hopper onder. En nu richting kistje. Dus alle dui komt hier in de kistjes. Maar mijn vraag is nou, hoe krijg ik de XP? Want in de oven zit niks meer. Snap je wat ik bedoel? Normaal zou ik naar de ovens lopen en dan zou ik hier mijn die pakken. Maar hoe? Daar zit je die maar in. Wat moet ik er nou mee doen dan? Kijk, ik deze oven doe switchen. Dan gebeurt er ook niks. Maar misschien als er 1 die in zit, dat er nou allemaal meer XP in de oven zit ofzo. Oh, damn! Want, oh joh, die XP stekt letterlijk in de oven. Nee, joh. Nee. Wow, dit is heel dik. Dit is... Kijk.
Kijk mijn levels! Oh joh, ik ben in één keer level 48 man, oké, dit verandert de zaak. Dit eist voor een supergrote enchantend room met 3000 miljoen boeken en bibliotheken en bibliotheeksecretaresses. En stille mensen die moeten fluisteren en ik alleen maar enchanten met heel veel geschreeuw. En die mensen moeten toch maar gewoon stil zijn en hun mond houden, want ik enchant en schreeuw met deze levels. Ja. Nee, dit is niet normaal. Oké, dat onthoud ik. Bedankt hiervoor. Ja, hey, leuke lieve kijkers van mij. Bedankt hiervoor. Echt, ik meen het. Zo, dat had ik nooit gedacht. Nou, lekker, dan weet ik dat weer. En ik hoef ook niet meer al die stomme dingen eruit te halen. Dan komt hij lekker in de kistjes. Heb ik even mooi gemaakt. Even eten, want anders gebeurt er niks meer. Nee, mijn eten. Oké. Ik heb net trouwens van een of andere merchant. Of hoe je dat noemt. Ja, volgens mij een merchant die met de kamelen loopt en zo. Ja. Daar heb ik de kamelen van gekild en net van die shells mee gekocht. Maar als het goed is, moet ik nog een paar shells hebben. Want ik heb die Luck of the Sea, geloof ik. Of hoe heet dat? Nee, geen Luck of the Sea. Het heet anders. Ik heb ergens zo'n ding liggen. Ja, jongens, ik heb een hele opslagkamer gemaakt, maar ik doe er nog steeds niks mee. Erg, hè? Stuur me motivatie om dat ding te gebruiken. Waarom moet ik het gebruiken? Ja. Oh, nee. Dat meen je. Ik heb hem volgens mij echt serieus in de opslagkamer liggen. Ja, kijk. Kijk. Oh, nee. Niet meer geen deur. Dat wou ik even allemaal drop hier in het water. Ik heb het aan jullie gevraagd van wat kan ik nou met de item, met die Heart of the Sea. Jullie zeiden van, oh ja, als je dat in het water doet, of als je zo'n ding ermee kracht of iets. Hoe heet dat? Dat kan ik allemaal niet maken, hè? Dus. Hey, ik weet even niet meer hoe dat heet, hoe ik dat moet maken. Maar in ieder geval moest ik dit in de midden doen. En dan moesten allemaal shells omheen. Dus ik moet er nog 3 hebben. En als ik dat dan in het water zet, dat item, dan kan ik onder water een base bouwen. en dat zie ik zeker zitten. Dus ik moet er nog ergens 3 scoren. En ik weet dat je die van de drowners kan krijgen, van die zombie drowners en van het vissen. Dus ik kan nu eventueel eventjes gaan vissen. Maar misschien heb ik geluk en dat ik even 3 van die dingetjes krijg. Want ja, ik heb eigenlijk wel een goed visengeltje. Ja. Oké, blijf maar lekker in de kist liggen. Ik pak even snel mijn hengeltje. Even een potje vissen. Fishing rod. Ja. Oh, nee, blijf hier. En anders moet ik een keer gewoon even op jacht op die drowners. Of ik moet weer even een leuke merchant tegenkomen die me even 5 schelpjes verkoopt. Ja, ik kan ze wel gebruiken hoor. Ja, ze zeggen, als je in de nacht vissen, hè, dan vang je meer in de nacht. Dus dan moet ik maar beter rekken doen nou. Nou, want er komt nog helemaal niks op af hoor. Kom op. Ja. Oh, boom! Puffer fish, ja, daar heb ik dus helemaal niks aan. Ik heb geen zin om potions te maken. Ga weg. Bamboe sugarcane spul. Oh, dat is zover. Oh, bam! Een kot. Ik wil geen Call of Duty vangen. Ik wil Minecraft vangen. En schelpen. Ja, ik ben wel ook bang dat ik het eigenlijk helemaal niet ga vangen hier. Want ik heb zo'n gevoel dat het een best zeldzaam item is, die schelp. Ja. Nou, weer een kot. Oké, ik vang nog 1 dingetje en dan geloof ik de vis wel. Ja, puffer fish. Nee. Oh, reet. Oh nee, die moet ik hier niet killen, want dan krijg ik een reet hier. Ja, misschien. Ja, ik heb wel gewoon zin in een reet eigenlijk. Oké, kom maar op. Ik ga de reet beginnen. Oh, hier heb je dan nog meer, hè. We staan allemaal hier. Oh joh, ga weg. Nee. Ja, allemaal lekker naar beneden. Oh, hier is echt 1 zieke cliff, ja. Daar moet ik wel even mee uitkijken. Als ik hier doodval, jongen. Ja, lekker snipe van op het dak. Jullie kunnen helemaal niks. Oh! Wow! Even op adem komen. Zo. Daar heb ik even heel veel geluk gehad. Ik viel. Wow! Damn, ik viel letterlijk op dat ene blokje. Daar spande letterlijk een creeper achter mij, hè. En nou sta ik hier. Ja, anders was ik keihard dood geweest, joh. Maar nou moet ik even weer omhoog. Ouch. Ik ben een reep begonnen. Oké, ja, nou moet het maar. Ah, jij stinkcreeper.
Ah, maar dan moet ik wel even weten waar de reet is. Ja, anders weet ik het ook niet, hè? Nee. Je moet maar altijd gewoon je base defenden. Ik laat de villagers niet in de steek. Nou, vooral niet omdat ze iron golems voor me maken. Maar er is letterlijk maar één weg binnen in onze... Oh. Oké, dit kan ook. Hij zet de iron golem op de muur neer. Hij is lekker te kijken naar de zombie. Maar ja, ik kan er niks mee doen, dus ik ga hem even killen. Oh, hij wordt ook lijp op mij. Oh, die doet damage? Boy. Ga weg, man. Ik ga een pijl in je nek schieten. Want, yo, damage is niet te doen. Zo. Wow, dat had ik niet verwacht. Dat hij zoveel damage deed. Maar goed, en dan ga ik even lekker hapje eten. En dan is het ook al goed. Maar ze moeten eigenlijk gewoon even hier inspannen. Hoeveel heb ik nou? Ja, ik zit bijna stack. Puur omdat hij er op de muur bleef staan, hè. Man. Ik heb nog geen enkele succesvolle raid gehad hier. Puur omdat ik de monsters niet kan vinden. Omdat hij over ondergrondse tunnels zit en zo. Ik weet dat hij hier in de buurt een ondergrondse tunnel zit. Dat is, even kijken, hier zo. Ja, daar heb ik helemaal goed. En daar zie ik iets. Wat is het? Oh, dat is een skelet. Ja, dat is alleen maar een skeletje, daar kan ik niks mee. Nou, maar die raid, die is weer nergens te vinden hoor. Die is juist belangrijk. Nee, helemaal niks. Dan ben ik weer buiten de poort. Oh nee, ik zit nog binnen de poort. Oh? Jawel, dat is al buiten de poort, ik wou zeggen. Ja, nee, ik weet het echt niet. Zo gaat het altijd met die raids hier. Ik hoor ze gewoon keigoed. En zo gaat het dan. De raids zijn weg. Het is gone. Misschien zijn ze een evil lair gespannen, maar dat zal... Ik kan alleen nog even daar kijken bij die andere villagers. Misschien dat ze daar zitten, I don't know. Oh, wacht eens even. Ik weet nog, in een paar hele vroegere afleveringen... Dat hier... Dat ik op, precies op deze plek... een kasteel wil bouwen. Maar heel toevallig heeft Rudy... die helemaal weggeblazen met TNT. Ja, dat was prettig. Nee, dat was best wel vervelend. En nu zit hier dus een hele... een heel gat in de grond, om het zomaar te noemen. Maar er zat ook niks. Oh, nee. Dat was mijn enigste hoop. Ja, misschien gewoon een intraveen. Ik zie één pillager. Hey, ik zie er één. Ja, maar die was niet van de raid. Man, come on, man. Wat is dit? Zo'n stinkkat. Ga weg, man. Ga naar je eigen baasje. Je hebt hier helemaal niks te zoeken. Bah. Ik hoop niet dat dat de kat voor Rudy was. Lol. Nee, hier heb je alleen alle kapotte dieren zitten. Verder geen reet. Hier onder de grond bij de villagers. Oh, hier zit de iron golem, joh. 3 iron golems hebben we hier. 4. Damn, hier zitten de iron golems voor deze, man. Kunnen we die niet in de fik zetten hier? Ik zit serieus gewoon te overwegen om hier water te plaatsen met lava, zodat al die iron golems afvikken. Hier spannen er veel meer. Met dit stukje kom ik nooit zo vaak. Hier, potato's. Koekjes. Oh, damn. Nee, ik weet echt niet wat de reet is. Nee, dat gaat hem niet worden. Nee, het gaat... Ah, nee. Dat is zo ongemakkelijk op die railroads. Waar zijn mijn lege... Oh, die heb ik weer in een andere kast gedaan, mijn lege boeken. Oké, ik ga even mijn lege boeken weer halen. En ga ik eventjes enchanten met de levels die ik nou weer heb gekregen door jullie goede inzet. En die reet, ja, ik heb geen flauw idee waar die moet zijn. En geen flauw idee. Dus dat wordt hem ook niet. Dus hier blijft weer lekker 6 dagen lang. Of 7 weken of 8 maanden lang een bordje reet boven staan. En 2 boekenkasten. Ja, 10 boeken. Nou, dan gaan we dat nog eventjes doen. Eigenlijk hoop ik nog wel dat er een iron golempje naar beneden gaat vallen. Of moet ik daarvoor in de buurt zijn misschien? Dat zou ook nog kunnen. Ik weet nog niet precies hoe dat allemaal van werk gaat. Want de ene keer blijven ze me achter elkaar spannen en dan vallen ze allemaal in de lava. En de andere keer spant het weer helemaal ergens anders en dan moet ik hem weer killen omdat er dan geen nieuwe meer spant. Ja, dus ik weet het nog niet zo goed. Maar we komen er wel, dat echt een bak vol met armen komen. Ik ga denk gewoon even een keer 2 weken AFK staan daar. Nee, grapje, dat ga ik niet doen. Nee, dat ga ik zeker... Oeh, nee, niet weer! Ah! Je hebt me net al bijna gekild. Daar heb ik heel veel geluk mee gehad. Ga weg, man. Nou ja, ik ga nou nog even enchanten. En dan nog een keer de XP halen. Kijken hoeveel ik nou weer heb gemaakt. Denk niet superveel. Dat is weer niet zo lang geleden eigenlijk. En dan, dan weten jullie weer hoe laat het is. Hé, hey, trouwens. Terwijl dat ik even ga enchanten, dan heb ik wel een leuke taak voor jullie. Ik hoop dat je er even de tijd en de moeite ervoor kan nemen. Het is niet zo heel moeilijk, trouwens. Je pakt gewoon je muis vast. Je gaat waarschijnlijk een stukje naar onder in je beeldscherm. Een heel klein stukje. En dan een beetje rechts onder mijn video staat waarschijnlijk een abonneerknop. Klik er even op. Dankjewel. En als je op je telefoon zit, ja, gebruik gewoon even lekker je duim, joh. Ja, top. Dankjewel.
Nee, maar serieus, echt heel bedankt voor al die abonnees de laatste tijd. Het gaat echt super hard. Nee, dat waardeer ik echt. Super relaxed. Ja, laatste boekies. Ik... mijn Laploosie. Oké, even heel snel mijn Laploosie halen en dan... hier, mijn Laploosie. Even een boekje enchanten. Loyalty 3. En Power 4. Lekker. Quick Charge 1. Wat is Quick Charge 1? Laat het me weten. Dankjewel. Power 4, ja, niet heel speciaal. Protection 3. Unbreaking 3. Efficiency 4. Like knockback en unbreaking. Oh, en mijn lijf zijn weer op. Haha. Weer de boekjes hierbij doen. Laploosly doe ik hier maar even. Oké, ik zal nog even de XP halen en dan is het weer zo goed geweest. Ja. Ja, we zijn weer bij de XP-machine. Die ga ik eventjes leeghaken. Kijken wat ik nou heb gekregen. Dus nou moet ik voortaan dus eerst die tripwire weer omzetten. Oh, waarom zit hier nou niks in? Hallo, bamboe. Niks doet het. Waarom doet niks het? Even trappetje omhoog bouwen hier. Ik heb niet de goede stenen bij. Shit, even zo. Je hebt hier gewoon een hopper met 64 bamboe. Zit er nog in en daar moet hij onderin komen. Enfin, die bamboe moet helemaal niet in die hopper zitten trouwens. Hier moet de bamboe in zitten. Oh, wat? Die hoppers zijn gewoon leeg. Oh, tuurlijk zijn die hoppers leeg. Alleen de voorste zit iets in. Ja, joh. Kijk, dat is logisch. Ja, dat is echt super logisch trouwens. Puur omdat ik nou zoveel overzet met al die capaciteiten, blijft die bamboe dus maar gewoon doorgaan en doorgaan. Maar hij maakt te weinig bamboe, dus hij komt helemaal niet meer bij de achterkant. En misschien als ik morgen inlog of zo, dat alles vol zit weer. Het zou kunnen, maar dan krijg ik wel echt super en super veel XP. Hups. Ja. Nou, zo gaat dat dus. Nee, helaas kan ik er geen XP ophalen. Maar dat maakt niet uit, dat maakt niet uit. Dan rond ik hem hier af. Weet jullie nog leuke ideetjes? Of hebben jullie nog tips? Of leuke dingen om te bouwen? Of nog machines wat ik kan maken? Of weet ik veel. En trouwens ook nog iets wat ik om een nieuwe XP machine kan bouwen. Laat het me weten in de comments. En ja, like de video en subscribe lekker op mijn kanaal. Ja, dankjewel. Hey, later.